Zeg maar, gewoon volle gang. Wat gaat de hommelen rap in dat vandaag? Wat had de hommelen zeer verbied? Al ik kom s'avonds allemaal gezond aan slaap en s'nachts dan me dood heb. Iedereen heeft een tindermans vanavond te 7 aan tafelen en te 7:30 krak. Is het nee, ja, gedaan met eten. Hoe rap dat alles toch voorbij gaat, maar nu ik heb pezen op het jaar 74. De eerste man Mensjo, dat was het begin van Temde. Serontje zat erin, Serontje zat erin. En wie zat er nog in? De Noede Nascent. De Noede Nascent, misschien herinner je nog. Ik stond een dag. Ik zag de Renato met een P op zijn plat in het verkeerde gat erin. Blozen op mijn flutte. Je stopt, kon er naartoe, je droogt zijn route naar hem liggen en je zegt, hey, alor. Ik zeg, nee, alor, ja, ik heb mijn borst en onder mijn oksels. Wie was er dan nog bij? De cyclotourist was erbij. En de muzikant, Warten, die de cymbalen sloeg in de fanfare. Kelusteren. Kan muziek leer dan de chef van muziek. En in de privé bieden Daniels. Kelusteren. Hoe leermeester zullen Daniels? Maar een beetje dieren, een beetje dieren. Kees al vijgen geleerd bij hem. Dat is de mate. Het de mate van 2 voor de mars en de paardenblees. Kelusteren, dat is al zo. 1, 2. Terrare zing. Terrare zing. Terrare zing. Je komt met een terrare naar boven en je komt met een zing naar omlaag. En het dan de mate van 3. Kelusteren. Dat is voor de valsen. Dat is zo. 1, 2, 3, zing dat, zing dat. Ik moet voor de zingen zorgen. En de trompetten zorgen dan voor de dat. En je moet elkaar goed verstaan, hè? Want als ik mijn zing niet even, mogen ze er door een half uur al een stuk dat geven. Dat is niet, hè? Tegendeel is ook waar. Als ze kijk me een ding geven en ze lossen ze er geen cliëntetje. Dan stak ik de wakkie. Is het niet waar? De eerste van Mensjo, dat was een afscheid en een begin. Dat was een lach en een tronen. Lachen en schreeuwen. Dat was het liedje van de eerste van Mensjo. Heer, die lacht of schreeuwt, dat is juist hetzelfde. Ook al lach je maar een heel klein beetje groen. Want die lacht of schreeuwt, doch Heere God toch. Je moet voor alle twee dezelfde moeite doen. Maar het is beter van te lachen of te schreeuwen. Het is veel geestiger, want zit die in het verdriet. Toen mij gesnot en kwil zitten te blaten. Verander dan de zaken niet. Tom uig is not en kwil zitten te blaten. Verander dan de zaken niet. Bang, bang. En toen namen we de tweede van Mensjo. Man, toen alle pellen nodig voor rechten te blijven. Ik zie je net de Van Doren van achter noemen. Ik zei het in ROS net, dat ze de kwezelen. Ik zei, is het woordpakken hier de pellen? Ik zei, hekke, nee. Waarom moet ik mijn paraplu open doen als het niet regent? Wie nam in de tweede momentje, dat was in 75. Toen nam de pastor van Mannekesveren. De pastor van Mannekesveren. En op de dag van de laatste jugement, de Jezus kokerien om in. Meneer de past van Mannekesveer, kom voor met uw schaap. En dus ik kon zeggen, meneer de Jezus, dus ik niet heb de schaap, het zijn allemaal buks. En in die van mijn show kwamen tot de constatatie dat de kinders groot worden en dat takstjes boomtjes worden. Takstjes worden bomen, kinders worden groot. Dat is de gang van het leven, lijkt of dat met alles hoort.
Ze groeien en ze bloeien, een lekker roze knop. Ze worden als ze nog rotter en ze groeien boven je kop. Je kunt er tegen vechten, maar je kunt er niet aan doen. De tit een bluf niet stellen stoon. Dakstjes worden bomen, kinders worden groot. En doen wat dat hun broeders in der tit ook en gedoon. En zo kwamen we aan de derde van men. Zo, alle goede dingen gewoon in drieën. Want het hut zei het ook als het rode van de vierde keer. Man Jerome, man de pompier en man de twee vrienden die makkoor tegenkomen. En wel, Serbien, hè? Het is al 3 weken dat ik niet meer gezien in de wachtzolle van een dokter. Meen, dat zie ik hoor. Ben ik goed leven, maar ik heb een beetje moeten helpen bij mijn dochter, hè? Ze heeft een tweeling ingedaan. Is een tweeling ingedaan. En pertans zo'n spriedling van een venta, zei ach, ja, je moet dat verstaan. Ik wil in duw eens naar die trap geven, hè? En hoe is het met onze dokter? En wij is toch vele verroekder twee. Want ik zie er ook bij van mijn kindsgebeente. En ook er naartoe gingen ook 18, 19 jaar worden. Dat er twee mankeerden, zeg je, doe maar rol je kleren op. En ook 30 jaar worden, ik ging er naartoe omdat er twee mankeerden. Dan zeg je, doe maar een blouse en je soutien op. Ik zie nu 62 en ook er naartoe gewoon dat er twee mankeerden. Zeg, stek maar een toen uit. Ken je er nog het liedje dat we met een derde one man show verzoenen? Je had direct gewoon kennen ze. Het is maar juist een kwestie van ten. Hoi Ted. Hoi Ted, hij het, hoi Ted. Hij het, hoi Ted, ja, hoi Ted. Hoi Ted, hij het, hij het, hoi Ted. Lek dat ik nooit had, had, had. Hoi Ted, hij het, hij het, hoi Ted. Hij het, hoi Ted, ja, hoi Ted. Hoi Ted, hij het. Hij doet dat, ja doet dat, dat. Ja, en dan zou zijn we aan de vierde van mijn show gekomen. Dat me toch nog vroegen, hoe hok er geraan? Lijkt dat potertje. Je komt aan het parretje met z'n velo en je rijdt naar de hempoort op. Je stopt bij je ventje en zegt, meneer, kan je me de weg niet zeggen naar Roelam? Zegt dat ventje, joh, je rijdt van de werken weg, hè? Moet weer een keren. Een hunteren. Ah ja, je droogt z'n velo en je rijdt weer weg. Zegt die vent, zal er horen poteren. Je moet ons de weg naar de hemel leren en je wat Roelam nog niet leggen. De vierde van Menschow, dat was een parade van Oeten. En die van mijn show, dat we dat liedje brachten van een noot, hoeveel belang dat dat heeft. Het is een noot die doet. Het is een noot die doet, het is een noot die doet, de hele simpele noot. Maak recht wat dat krom is, en dat slecht is, maak die goed. Het is een noot die doet, het is een noot die doet, de hele simpele noot. Maak van een dopper een bankier en een ere van een boer. Maak van een dopper een bankier en een ere van een boer. Peng, peng. En toen hadden we de vijfde van mijn show. Stella was ook de vijfde in het Eurosong Festival, hè? Nicole gewoon dan. Ja. Een beetje vrede, een beetje vreugde. Van de Boeinand zit dan dat liedje overgekocht. Je zingt dat nu ook. Een ander tekst, een klein beetje veranderd. Een beetje liegen, een beetje fraude. En in die vijfde wat mensen wat aan met dan. Oh, de spaarbare. Verkopen spekken voor om te lekken. En al die jamme spekken lekt moet er weer smekken. Ken schum van scheten en een bellen. Ken echte mulletrekkers en kan karamellen. Ook sigaretten en het te kopen.
kender met zee, met zuur en zoet en met siroop. En ken kalicidrup en fine muzenstroep. En van die lekstoppen die smelken in je mond. En toen namen de zesde. Ach ja, me gebeurt het ook zesde, jongens. Je is me dan maar niet behost, hè? Ik heb me nou de eerste gevraagd doordat die kerel dan aan boord legt. Overdag werd je het ministerie. S'avonds had je gewoon geleuren met verzekeringen, met assuranties. En heeft je toen nog avondlessen. Wanneer is die in dat gedaan? Je is over dit bij je voorzester gekomen. Ze zegt, zet je vader van vier kinders. Je zegt, pardon, madame, vader van zes kinders. Ze zegt, ja, dat pees je. De zesde van mensje, voor mij het wat onvergetelijks. Uit mijn verjaardag, de platinafon oploten, men er dan één heb gepakt. Je kost ons. Handen des, het is maar dat dat heerste is. Want toch kunnen we nog een beetje lachen. Handen des, het is maar dat dat heerste is. En beste willen kunnen we een pintje van. Ja, ja. En alsof ik ze me dan verleden jaar aan de zevenste behost. Hè. De grote figuren van de zevenste van Menschow, dat was Molfine. Ik zie een beetje in mijn naak, zie ik een beetje in mijn naak. Heel mijn darmen hier ligt ondersteboven, hè. En nou, een puffje loten komt zo lekker uit de kelder gaat. Kom op van Vies mee, hè? De vloedtongen dat we zijn, hè? Het zwart at. En ja, kwam van de nacht naar de zie je een boend, naar de zie je een boend. En ze loopt om met een keer tegen me, loopt ze tegen me. Na zegt ze, Molfine, zegt ze. En kom je ook in naar hier, hè? Ik zeg, ja, kom hier voor een briefje van mijn vent. Ze zegt, kom en ik dat van mijn vent doen verlangen. Zeggen dat van je vent toen verlangen, doen ze dat hier in de ziekenbond, hè? Hij ving me graag mijn klappenasie, graag mijn klappenasie. En ze zegt toen met de keer, zegt ze tegen me, zul je van de achternoen niet in oor komen, zegt ze. Ik zie al een spoosje boerenbuiter gegracht, zegt ze. En ik zo'n wafels bakken, zegt ze. En een goed potje opschinken. We kunnen best, zegt ze, een mondje babaatje doen, zegt ze. En een druipeltje drinken, heb de verloving van mijn dochter, heb haar financement, Mijn eerste gedachte was van te zeggen, ik vind mijn financement kussen weer, he. En plak hier mijn wafels op je buik, maar pees de cijfers, kom. Een wafel is toch nog altijd beter of een sliekmussel, hè? En het is nog altijd een spoor, En ik heb geweest tegen mijn hoesten weer, tegen mijn gedacht. Maar ik heb die mondje babaatjes weer van haar. Ze zeggen niet van hier tegen haar de vloedtongen weer. Als ze maar het wiener de greppenkast leuren, nee, ze leeft. Leeft ze. En dat is het waar we dat niet moeten van hebben. Kwolgen daarvan, hè. En de tongen ze moeten stiefstongen, hè. Ze zo'n beter naar hun derzelfde kieken. Maar ze klappen van een ander voor hun eigen kwote zwiegen, Maar met mij moest er niet meer bij behangen, weet je? Allee, kom, het is nu niet voor het wat te zeggen. Maar pak nu die wafels van de nacht te noenen. Wat zei ze, poestje boerenbuiteren? De boerenbuiteren was nevens ten derde vol en verzekerd. Je smakte de mager trillen er dan zo deuren. En kwast die van dat potje goed, was jutten. Ofwel was het koffie van het stek niet op een boontje. Ofwel was het eurige jasten van snechtes. Pas op, ik zeg dat niet voor het wat te zijn, weet, maar het woord niet maar een zeet worden, vind ik. Maar ze werd altijd de hele rekening van het wie en anders. Hè? En weet je toch, dan blijven ze weer een wuf of een kust gisterenavond. Hè? Omdat ze vergeten hadden ze spies toen ze thuis in zijn boterhamen te steken. En hij toch hoort van goede lieve zo niet te doen en met vullen de wapperen. Moet ik dat niet weten? Trouwens, kwestentol. Goddelief doet ermee wat ze wel deed, is thuis, hè? Kwesten zelfs nog veel meer, maar ik heb niet gekund, hè?
weten van hoe part. Van goede lieve, het blijft toch onder ons, hè? Van goede lieve. Dat ze nog andere kaastjes ziet die branden of dat van Fille de Wepper. Zullen? Ik weet het van haar gebeurvrouwen. Verleden week kwam de melkboer en ze zei tegen de melkboer: melkboer, moet niet je dan van jou vandaag? Ik zei: wat is goed, wat moet er zien van melk? Maar ze klapt altijd van iedereen. Maar ze voor haar eigen moeten zwiegen, hè? Allee, we gaan nu onder ons dat financement van haar dochter. Hé ja, Sertruud wel trouwen. Sertruud wel trouwen, ter ara ze raar. Af te zeggen dat we niet weten dat Sertruud al lang een pintje gedronken heeft voordat de vespers begosten, hè? Het is niet voor quote vertaan van dat jonk, hè? Maar je moet stroom in je ogen en even niet te zien dat brood al lang in de oven zit, hè? Zie, dat zag je voor met de roekste dochter ook, hè? En begon dat ze begosten te verdedigen. Het was van haar blende darm. Ze had een apatacit als een apatacit. En als ze nog meer verdekte, het was een vleesboom. Jo, een vleesboom van 3 kilo en zoveel, jij het zarle. Pas op, ik smiet er niet met stenen, dat kan met iedereen gebeuren. Ik had dat met iedereen gebeuren. Maar ze moet dan een ander mens neer als repetitie niet stelen ook, hè. Toen er ons gezeten, als er mijne een beetje minder strotenvendel geweest, hè. Ze ging dan wel een beetje meer naar Sertruud kunnen kijken, hè. Maar uit toeloot, als ze een droog zegt, is helder letten in Dion. En met de rokstje aanlopen van zus het had bedekt. Moet er ongelukken van komen, hè? Moet er ongelukken van komen? Je vrouw mag er geen leugens, hè? Verleden weken heb ik haar gezien met een blousetje. Je kijkt er zwaar duren. Zwaar duren. En open dat je een naffelpet kost te zien liggen. Hè? En nog heren God voor die 2 duveers dat ze het wachten steken. Ik wil hem met mijn eigen niet stoeven, hè. Maar als ik het mijn plachtig kom in ideeën, hè. Ah, meer of dat ze zien nu weet, hè. En toen van haar schoonzeunen te wegen. Oh, het is toch zo'n amabele jongen. En van zo'n goed kom af. En de stenen zijn te goed wat ze er mij in overloopt. Je is wel niet van de schoonste, maar je brengt vele mee. En die oude vent de gruinder toch ook aan de bomen niet, hè? Kan ik me tongen van te zeggen, nee, ze zwierelen van tak toe tak, like dapen. Maar ik heb me niet goed. Pas op, ik heb niet tegen die jongen, die heeft die ook niet gevraagd voor het te zien, hè? Maar ik weet hem wel. Ook ik heb mijn fleur geworden. Had er zo'n afrechts een drieën gedraaid. Achter mijn nielen moeten komen en tegen de zullen komen pissen. Ging zeggen, je moet niet jorren, je gaat niet in. Speel dat je deuren ging, ik zeg, je hebt ook marbles. Maar als ze ziet dat mee content is, met een met de koppelige spindemus en oren die achter een oren aangezet zijn, nou wat is dat er steken is, hè? En kwestie van die familie, zwaar die van die familie, van die familie. Ik kan niet het wel eens zeggen, maar... Ken ik die familie weer? Heel goed. Ze zijn niet gewend van het vuurblad uit te hangen, nee, maar... Kun je zeggen... Dat is de zoon van Melle Boelie, hè? Melle Boelie, kop en kont, dat me zeggen, hè? Dat ze zo dik is, hè? Maar nou, mol onszelf niet in macht, hè? Maar bij Melle is het een beetje te weer. Ze heeft over het hier de slapkapoeten meegegeven en de was er hier. En Sandra schrijft ze hem weer met een briefje, maar was geen tenten. En een platste bol poep en leer. Was aan het dansen en ze zegt tegen haar cavaliers, niet te lasten, meneer. Ze zei, nee, ik ben gewend van met de 10 tonner te rieën. Onder ons gezeten. Dan moet je achter stroten niet lopen, hè. Maar Melle Boelie, de nummer ook geweest bij en haar zeugd. En haar fleur, dat is een nummer ook, hè. En
tijdens de oorlogen. Met de Duitsers. En met de bevriedingen toen. De Canadezen. En zij is toen uiteindelijk nog getrouwd met een schele tinkje. En ja, je zus de erfenissen gedaan en ze is ja, maar pak voor ze halde. Maar je is helwe, hè. Zo dat ik zeggen, goh, je soerelt maar een beetje, hè. Zijn één oog is kwaad op zijn andere, hè. Onder ons gezicht is niet voor kwaad te vertalen, hè, van die vent. Maar je is helemaal een beetje mismakt, hè. Je is helemaal een beetje mismakt. Je ziet zo'n voeten. Je moest je schoenen in de garage zetten. Als je in de steenstroot loopt, hij komt naar 6,5 woorders. En je wil weer naar het zand, oh, moet je deuren gewoon toe aan Simon Stevens voor zijn drooi te gaan pakken. Ik ging naar die koosie ook. Ik doe voor die moeten gaan tuigen op de rechtbank. En meneer de Zuge zegt tegen hem. Hij zegt, meneer, wat heb je gezien? Ik zeg, de schele tinker kan niet zien, kan het maar zus te horen. Ja, maar zeg meneer de Zuge, dat telt hier niet, hè? Je moet hier gezien en op de rechtbank of tel niet. Hoort dat tel niet? Mag weer gewoon. En de schele tinker stond recht. Was het nu van de zemels of was het van hem in te spannen? Ik weet het niet. Maar je laat erom met een keer een kraar vliegen. En meneer de Zuge zegt tegen hem... Meneer, ik ga toch wel wachten tot hij buiten zit, zeker daarvoor. Zegt de schele tinker, dat is van mij niet. En hij zegt de zuge, ik heb het niet oort zeker. Zegt de schele tinker, kijk, zie je? Is toch zo lood, ik moet naar huis, maar vinden niet en Fred. En anders zoekt de loten zich voor Dallas, hè. Ik zie een zot van G.I. Zeg, wat ik zei, dan blijft onder ons, moet niet voortvertellen.